Goedemiddag allemaal, welkom op mijn YouTube channel op deze zonnige augustusmiddag. Ik heb weer een project afgerond en ik wil jullie graag het resultaat laten zien. Het is een journal met als thema Alice in Wonderland en ik heb hiervoor een printable kit gekocht bij Artimaze op Etsy. Het is een kit waar je in principe een heel journal mee kunt maken. Er zit achtergrondpapier in, er zitten pockets in, er zitten tags in. Allemaal op elkaar afgestemd. Het is gewoon een heel mooi geheel. En ja, ik heb er een journal van gemaakt. Dus alle afbeeldingen zijn van Artimaze. Alleen van de speelkaarten die heb ik gevonden bij Victoria Design. Dat is ook een Etsy printable kit. En ook zij maken hele mooie dingetjes. Dus ik zou zeker aanraden om die ook eens te bezoeken. Het voordeel is, je koopt ze één keer, je downloadt ze en je kunt ze gebruiken zo vaak als je wil. In het album, het journal. Ik heb voor de binding weer een corsetbinding gebruikt. Die heb ik gevonden, een tutorial daarvan, bij Bohemian Crafting. En ik vind hem gewoon ontzettend leuk om daarmee een journal te maken. Ik heb het al vaker gedaan. Het is vrij simpel en je krijgt gewoon een heel mooi speels resultaat. Voor de voor- en de achterkant en de rug heb ik gewoon een achtergrond gebruikt. En die heb ik in stukken gesneden. Hier zit zwart papier achter en dat heb ik gewoon tegenaan geplakt. Ik heb als binding een stukje lint gebruikt. Het hoeft niet per se, maar als het album misschien wat dikker wordt, is het wel fijn als je toch gewoon kunt sluiten. Dus die heb ik gewoon onder de voorkant en tussen de binnenkant plak je dat vast. Dan, aan de binnenkant voorin heb ik een soort van pocket gemaakt met ruimte om een naam in te vullen. En dan hier starten we met een van de mooie achtergronden van de kit. Het is gemaakt met koffiegeverfd A4 papier, wat op verschillende plekken bewerkt is. Ik heb er best veel van de kit gebruikt, maar ook heel veel ruimte nog vrijgelaten om te kunnen schrijven. En af en toe zit er een quote in, zoals deze. If you don't know where you're going, any road will get you there. Dit is een van de tags. En aan de achterkant een mini pocket waar je eventueel iets achter kunt schuiven. Hier heel veel ruimte om te schrijven. Hier heb ik een pocket gemaakt met een journaling card en een kaartje uit de kit. En dit is een klein, die gaat zo, een klein envelopje met daarin een afbeelding. Dat gaat over tea time. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nog nooit de film Alice in Wonderland helemaal gekeken heb. Dus ik weet wel een beetje de strekking van het verhaal, maar niet alle details zoals dat heet. Ga ik zeker nog een keertje doen, maar het belette me niet om dit mooie album te maken. Dus ik geef niet overal tekst en uitleg bij. Dit is een pagina die ik gebruikt heb. Dit flipt omhoog en daar kan je dan op schrijven. Dit is een stukje vellum met muzieknoten. Die heb ik, ik denk, een keertje gekocht op de beurs. Ik geloof de knotsgekke scrapdagen. En die komen er overigens weer aan eind augustus. Dus daar zal ik zeker bij zijn met mijn dochters. Dit is een tag. Curiouser en curiouser. En daar heb ik schrijfpapier achter bevestigd. Voor een extra notitie. Of een beetje een geheime notitie die niet in het zicht mag komen. Ja, veel ruimte om te schrijven, eventueel dingen te plakken. Hier heb ik een dubbele pocket gemaakt. Met een klein boekje wat zo open gaat. En deze is idem dito met een iets andere afbeelding. Have I gone mad? I'm afraid so. You're entirely bonkers. En dat heeft ook een afbeelding met de speelkaarten. Dan hier weer een digitale stempel. En een stukje vellum. Hier heb ik met speelkaarten, en die komen dus van Victoria Design, heb ik een soort van pocket gemaakt met een journaling card. How long is forever? Sometimes just a second. Die is weer uit de kit. Hier weer zo'n prachtige afbeelding. Werkelijk waar, schitterend. Heel mooi gedaan. Hier is een pocket
gemaakt van een pagina uit het boek. Met kleine speelkaartjes. Ik druk deze af in Photoshop. En dan kan ik de grootte ook een beetje bepalen. Dus ik maak soms dingen groter of kleiner dan dat ze aangeleverd worden. Een journaling kaart. I'm not crazy. My reality is just different from yours. Met achterruimte om op te schrijven. Het is een pagina uit het boek. Hier ook weer genoeg ruimte om te journalen. Het is een tag met lijntjes aan de achterkant. En daar de stempel. Hier heb ik een side pocket gemaakt met een journaling kaart. En met de aas bovenop. Ook hier weer prachtige afbeeldingen. Het spreekt eigenlijk gewoon helemaal voor zich. Dus Alice. Hier een tag. Hier is nog een pagina uit een boek die ik erin genaaid heb. Voor wat extra schrijfruimte. I knew who I was this morning, but I've changed a few times since then. Hier ook weer een super mooie tag. Hier heb ik een pocket gemaakt van muziekpapier. Met een tag erbovenop. Hier weer een stukje pagina met een kleine pocket. Met weer kleine speelkaartjes erin. En hier kan eventueel iets achtergestoken worden. Ik heb niet overal iets achter gedaan. Er moet ook nog ruimte zijn om in te kunnen blijven werken. Hier een stukje vellum. Een afbeelding. Hier heb ik een pocket gemaakt die openklapt. Met hier een journaling kaart en een banner, een vlaggetje. Die past er zo achter. Hier een andere. Die komen dan wel uit de kit. En dit kan er eventueel daar nog achter. En hier is dan een pocket met een journaling card. En dat gaat zo weer dicht. Hier weer een side pocket met een speelkaart. En dit is de achterkant van het envelopje. En daar heb ik gewoon een journaling card in gedaan. Hele mooie afbeelding erop. Sometimes I believed as many as 6 impossible things before breakfast. Een stukje vellum hier weer. Prachtige afbeelding. Hier ruimte om te schrijven. Hier heb ik een pagina uit een ander boek. Wat ook openflapt. Hier is nog een pocket van muziekpapier met een journaling kaart. Kun je hele leuke spulletjes in opbergen. En een andere tag. Zoals je ziet, nog meer ruimte om te schrijven. The hurrier I go, the behinder I get. Hier heb ik een pocket. En daar heb ik deze twee achter verstopt. Die eventueel ook gewoon in het album te plakken zijn. Of wat dan ook. Alles kan verplaatst worden. Een stukje muziekpapier met Alice. En dan de laatste pagina met nog een mooie afbeelding. En dan is dit de achterkant. En dat was het album. Echt een hele mooie kit. Waar je kunt hem, als je hem eenmaal gekocht hebt, natuurlijk vaker gebruiken. Dus je kunt er heel veel mee experimenteren in verschillende journals. Ik vond deze ontzettend leuk. Leuk om te maken met ook een leuk resultaat. Laat eens weten wat jullie ermee vinden. En als je het leuk vindt, geef me een duim omhoog of abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer. Een fijne dag nog. Dag.